deze vlog begint, even een kleine introductie, want dat verdient deze vlog wel. Ik ben na de eerste vlog eigenlijk direct weer begonnen met het filmen van een tweede. Maar het is een beetje bij elkaar geraapt zootje, heb ik het idee. Er is heel veel gebeurd in de afgelopen 2 weken, denk ik. Maar niet per se dingen die je heel goed ziet. Dus het lijkt nog steeds één groot bouwterrein hiernaast. Wat ook eigenlijk wel zo is. Maar ja, toch is er wel een hele hoop gedaan. Nou, daarvan ga je in deze vlog kleine stukjes zien. Ik laat ook nog wat dingen zien die ik gekocht heb. Ik hoop... dat het een niet al te warrig verhaal is. Maar goed, dat is gewoon ook een beetje wie ik ben. En hoe dit proces in elkaar zit. Dus geniet lekker van deze beelden. En dan kom ik op het eind nog even bij jullie terug. Een hele goede morgen en welkom bij deze nieuwe verhuisvlog. Ik heb gisteren, het is vandaag zaterdag, de 22e volgens mij. En ik heb gisteren de eerste online gezet. En ik heb al echt super leuke reacties gehad. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Ik vind het echt leuk hoe jullie hebben gereageerd. En ik vond het ook echt weer leuk om het te maken. Ik merk wel dat ik er nog niet helemaal lekker in zit. Maar nou ja, dat komt vanzelf. Inmiddels is het dus bijna een week na de laatste vlogbeelden, zeg maar. En ik kan je vertellen, er is echt een hoop gebeurd. Ik heb dat niet kunnen vastleggen, omdat als de aannemer daar bezig is, ten eerste kan ik het wel filmen, maar je verstaat me niet. Wat een cholere herrie. En daarnaast ligt dan dat hele huis vol puin. En dat is met mijn banden en dergelijke ook niet echt heel erg handig. Dus vandaar dat ik jullie dat straks ga laten zien. Papa gaat zo er naartoe, omdat de aannemer had gevraagd om wat lichtpunten. Dus die gaat hij eventjes maken. En dan kunnen we gelijk even laten zien wat er inmiddels alweer allemaal gedaan is. En dan gaan we kijken wat deze vlog weer gaat brengen. Nou, ik ben er. De voordeur staat nog open. Die zal ik eerst even dicht doen. Trouwens. Zo. Nou, ik ben inmiddels gearriveerd. En ja, er lijkt hier niet zo heel veel gebeurd te zijn als je het zo ziet. Maar dat is heel verraderlijk, want er is wel degelijk iets gebeurd. Kijk nou, dit was de wc. En dat is nu ineens een hele grote ruimte met de badkamer. Kijk, klusjeman doet even het licht aan. Dank je. En ja, alle tegels zijn er al af. De vloer, alleen daar nog een klein stukje, is al helemaal uit. En ik zal het eens even vragen. Pap, ja? Was het herrie? Nou, ik ben al 4 keer een beetje klaar, maar de meid is nooit thuis. Nee, ik hoor het niet. Oké, maar ik heb wel. Het schijnt nogal erg te zijn. Je ziet het hier al. Nee, een stuk laag is die hier afgekomen. Oh, kijk. De aannemer zal blij met je zijn, pap. Dat dacht ik ook. Dat denk ik ook. Ja, ik ben ook blij met je daar niet van. Maar de aannemer die vond het hier wat donker om te werken. Nou, en in de daar in de keuken, daar kan ik nu even niet door, maar daar zie je ook al dat er heel veel gebroken is. Daar zijn ook de tegeltjes al op de vloer sowieso, maar volgens mij op de muur ook. En het puin is ook al voor een groot deel weg, dus dat is fijn. Oh ja, er zijn ook dingen nog niet weg. Kijk, daar ligt een bad. Daar ligt de gijzer, daar ligt de verwarming. Dat zijn de schoenen van ik weet niet wie. En allemaal materiaal van de klusjesman, van de aannemer. En die hier bezig is. Maar hij is al flink onderweg in ieder geval. Nou, hier hebben we dan ook spullen staan, daar een tafeltje.
waar hij dan even kan zitten voor zijn bakkie en zijn broodje. Ja, dus eigenlijk is het al heel ver, vind je niet? Ha? Het is heel ver. Ja, dat dacht ik ook. Okay. Wil je er langs? Dat mag. Nee, ik wil even laten zien waar je spullen gebleven zijn. Oh, ja, want al die spullen moeten natuurlijk wel ergens naartoe. Maar laat me even zien waar de pui ligt dan. Kan je met je vinger aanwijzen welke bak het is? Want er staan er twee. Nou, die open bak. Naast die witte. Tussen die twee witte auto's in. Die bak kan is je het. Zoomen? Oh. Ik ben niet bezig in de zin. Nou, mensen. Daar legt de pokken erin. Ja, precies. Ja, en dat is nog niet alles, want de rest komt er nog in. Zo gaan we naar richting de zee. Goedemorgen. Het is alweer een flink aantal dagen later. Deze week is er wel heel veel gedaan in het huis, maar niet echt iets wat ik kan filmen, want je ziet nog niet echt vooruitgang. Ja, ik zie het wel, maar er is, ja, hoe moet ik dat nou uitleggen? Je ziet zeg maar niet dat er heel iets is opgebouwd. Wat de aannemer vooral heeft gedaan is verder gebroken. In de keuken is nu alles weg qua tegels en in de badkamer ook. In de badkamer is ook echt helemaal gestript. Er zijn allemaal al gleuven gefreesd, zeg maar, voor leidingen en dergelijke. Aan de standleiding is het een en ander gedaan. Ja, er is best wel veel gedaan. Dus ik ga vanmiddag daar even naartoe om het jullie te laten zien. Papa is daar vandaag om te schuren. Dus dat is misschien ook wel even leuk. Maar ik dacht, ik vind het wel leuk om jullie even te laten zien wat ik qua keuzes heb gemaakt voor vloer en kleuren op de muur. Ik ga geen echt patroonbehang nemen zoals ik dat hier in huis wel heb. Behang in de gang, dat kennen jullie wel. Dat zit er eigenlijk nog niet zo heel erg lang. Daarvan komt wel een hoekje in de gang in het nieuwe huis, daar waar de kapstok is. Dat leek me wel heel erg leuk. Voor de rest worden alle muren met glasvliesbehang, heet dat geloof ik, behangen. En daar gaan kleurtjes overheen. En ik heb inmiddels een nieuwe vloer uitgezocht. En met de vloer ga ik even beginnen. Dat wordt deze vloer. Ja, het is maar een heel klein stukje, dus je kan het niet helemaal zien. Maar het is een eikenvloer. Met een warmige kleur. En je hebt ook een beetje structuur, voel je er zeg maar in. Ja, ik ben daar echt heel erg blij mee. Ik vind het een hele mooie vloer. Hij is ook vrij rustig. Hier, dit zie je wel. Want ik heb een beetje een hekel aan een vloer met heel veel knoesten en dergelijke erin. Daar ben ik niet zo van. Ik vind dat altijd heel onrustig. En deze heeft ook geen naad. En daar ben ik ook heel erg blij mee. Want dat vind ik ook mooier als het gewoon helemaal egaal is, zeg maar. Dus dit wordt in eigenlijk heel het huis de vloer. Behalve dan in de keuken en in de badkamer. Oh, ik heb hier ook tegels liggen. Die kan ik jullie ook mooi even laten zien. Dan de verf. Ondertussen even een slokje koffie. Ik heb een... en die namen, echt, moet je kijken. Zeehond. Dat is toch een topbaan als je dat hebt. Als je gewoon van al die kleuren de namen mag verzinnen. Het lijkt me geweldig. In ieder geval, zeehond is iets wat, waarmee het houtwerk allemaal geverfd gaat worden. En wat op de meeste, in de meeste kamers en in de gang ook op de muur komt. En dan heb ik eigenlijk in ieder vertrek wel een kleurtje. In de gang komt dan dat behang voor een deel. Dan de woonkamer. Daar komt op één muur deze kleur. Die heet Oertijd. Ik weet ook niet waarom. Maar daar komt deze groene kleur. In de slaapkamer krijg ik op de muur ananas. Een leuke gele kleur. En in mijn andere kamertje, dus de, ja,
extra hobbykamer, om het maar zo te zeggen, slash kantoor, slash van alles en nog wat, is Winterzoet. Daar komt een roze kleurtje op de muur. En daar komen ook de roze gordijnen die nu in mijn slaapkamer hangen, die komen daar ook te hangen. En dan neem ik voor de slaapkamer nieuwe gordijnen die mooi passen bij de gele muur. Dus ja, dat is eigenlijk voor de kleurtjes van de verf. Dan heb ik hier nog... Helaas hadden ze niet van alle tegels voorbeeldjes. Maar ik heb in de keuken grijze vloertegels. Die kon ik niet meenemen, want die zijn 60 bij 60. Maar mooie, beetje, nou, niet heel lichtgrijs, maar ook niet heel donkergrijs. Een beetje ertussenin. Mooie grijze vloer. En dan komen eigenlijk deze tegels, die ik hier eigenlijk ook in de keuken heb, komen op de muur. En dan neem ik één strip waar het keukenblok komt. Dezezelfde tegeltjes, maar dan in het roze. Alleen daar hadden ze jammer genoeg geen voorbeeld van. Dan in de badkamer. Daar komt zeg maar dezelfde grijze tegels als in de keuken op de vloer komen, komen ook in de badkamer op de vloer. En die komen ook op de muur daar. Dus ook 60 bij 60 tegels op de muur. Alleen waar de douchehoek komt en waar de wc komt, daar komt dan een gedeelte met deze groene tegels. Ze lijken nu op beeld heel erg grijs, maar ze zijn wat groenig. Dus ja, dat zijn de kleurtjes. En ik zie nu dat mijn camera bijna gaat uitvallen, want de batterij is leeg. Die ga ik even opladen. Ik ga ondertussen even met mama naar de naar een winkel om te kijken voor een wc, een douche, douchebeugels, douchezitje, dat soort dingen. Daar neem ik jullie even niet mee naartoe. Eén, omdat de batterij leeg is. En twee, omdat ik dat toch in de winkel, en zeker als ik me wil concentreren op het gesprek, een beetje lastig vind. En dan, als ik terugkom, neem ik jullie even mee om de vorderingen te laten zien. Dus tot straks. Nou, ik ben er weer. We hebben alles uitgezocht. Alles voor de badkamer is gekocht. Dus daar ben ik heel erg blij om. Wel wat anders dan in eerste instantie mijn plan was. Want ik wilde eigenlijk alles in het zwart. Dus een zwarte wc, een zwarte wastafel, beugels, douchetje, douche zelf, alles eigenlijk. Maar ik heb natuurlijk een wastafel nodig waar je goed onder kan rijden. En die bleek in het zwart dus toch een stuk lastiger verkrijgbaar. En ook helemaal niet echt in de modellen die ik leuk vond. Dus ben ik overgestapt naar wit. Wat op die grijze tegels volgens mij ook wel echt heel erg mooi wordt. Dus nu heb ik een witte wastafel. Een witte wc met witte beugels daarnaast. Maar heb ik wel een zwarte douche besteld. Dus een douchekop met slang en kraan, glijstang. En dus ook een donkere, ja, antraciet noemen ze het. Dus dat zal niet helemaal zwart zijn. Maar dat was het zwartste wat ik kon krijgen. Een douchestoel met een beugel bij de douche. Dus dan moet ik nog even op zoek naar een mooie douchestang en gordijn. Maar dat is voor latere zorg. Woensdag wordt het al geleverd, dus dat is hartstikke fijn. Dus daar ben ik heel blij om. We gaan nu even naar hiernaast. Dan ga ik eventjes, papa is daar als het goed is nog. Die is met de deuren en de kozijnen en zo bezig. Hij heeft vanochtend al in de berging heb ik drie kasten staan. Die hebben ooit hier gestaan. Want hier zat vroeger een wandje in. En daar zaten kasten in. Die hebben er toen uitgehaald en in de berging neergezet. Want dan heb je in de berging lekker kastruimte. Nou is mijn nieuwe berging wel iets kleiner dan de oude berging. Ik weet ook niet hoe dat zit, want ik ga naar een groter huis, maar met een kleinere berging. Maar goed, gelukkig passen die kasten daar ook goed in. Dus dan kunnen we van de week, kan ik even alles uitzoeken in de kelder, wat ik houden wil en wat ik weg wil doen. En dan kunnen we het overzetten. Dus ik ga eventjes naar hiernaast kijken wat ze aan het doen zijn. Dus ik zie jullie daar dadelijk. Nou, ik ben gearriveerd en ik zal jullie eerst even de badkamer laten zien. Want ja, ik heb hem natuurlijk al eerder gefilmd en er lijkt misschien niet zoveel veranderd te zijn. Maar zoals je daar ziet, is de hele leiding al gemaakt.
sleuven daarvoor. Als het goed is, als ik hier. Ja. deze hele leiding hier zie je. Hier komt de waterafvoer, hoe je dat ook noemt. En er is daar aan de standleiding heeft hij een stuk tussen gezet. Waardoor dat dus verder naar beneden komt, zodat die vloer zo laag mogelijk kan zijn. Nou ja, dit wordt natuurlijk nog verder afgemaakt. En dan heeft hij hier ook een... Kijken hoe ik dat kan laten zien. Ja, dit is in het kleine kamertje, ga ik zo laten zien, zit een kast. En daar komt dat op uit. En daar heeft hij ook een sleuf gemaakt. Want daar komt de boiler te hangen. En dan komt hier dus onder de grond daar naartoe een leiding naar de badkamer. En daarom heeft hij even de gasmeter, want die kan er helemaal uit. Die heeft hij even op zijn zijkant gehangen totdat hij weggehaald kan worden. Want dat kan pas eind april gebeuren. Maar anders kon hij niet door. Zal ik het hier even laten zien. Want in dit kamertje zit dan deze kast. En dat is de kast waar die boiler hier in komt te hangen. En daar heeft hij dus dat gaatje in gemaakt. Dan is dat even duidelijk. Hey pap. Hey. En nu is papa hier bezig weer. Ik zeg even hallo tegen iedereen. Goedemiddag allemaal. Hoe gaat het? Het gaat hartstikke goed. Ja, wat ben je aan het doen? Voorbereidingen voor het schuren. Ja, hè? Dat is het vervelende van schilderen, mensen. Er moet ook geschuurd worden, ja. Op de muur in. Ja. Maar dat komt allemaal goed. Is het behang eraf? Behang is eraf. Gelukkig wel, hè? Het is op weg gewacht. Nou, kijk eens aan. Ik laat er niet meer wol van maken. Oh, nou niet voor hierop in ieder geval. Okay. Dus hij is nu alles aan van de deuren en de kasten eraf aan het halen, want al die deuren moeten geverfd worden. Gooi daar maar neer. Ja, kantoren, ja. Dus dan moeten ze eerst geschuurd worden. Nou, succes! Nou, dit waren dus de beelden die ik de afgelopen tijd heb gemaakt van alle vorderingen. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om te zien. Ik ben heel erg blij met wat er allemaal aan de hand is. En dan wilde ik jullie nog even een ander dingetje laten zien. En dat heeft te maken met wat er nog meer is binnengekomen. Ik weet niet meer 100% zeker of deze dozen al in de vlog zaten. En anders dan zie je ze nog een keer. Maar hier heb ik inmiddels ook... Ja, je kan het door de... Ah, kijk, daar komt het. Inmiddels heb ik verf. Ik heb een wasbak. Ik heb een douchezitje. Ik heb een wc-pot. Een douchetang, beugels. Nou ja, van alles en nog wat. Plafondverf. Je ziet het, een hoop dingen ter voorbereiding op alles wat er nog komen gaat. Ik hoop dat jullie deze vlog weer leuk vonden. Dank jullie wel voor het kijken. Doe een duim omhoog als je hem leuk vond. Abonneer je als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie weer in de volgende verhuisvlog. Tot dan! Doei doei!